Welkom bij alweer een nieuwe review en vandaag zijn we met de Canon EOS R3 op pad. En hoe die video eruit gaat zien, dat ga je nu zien. We zijn vandaag in Zeeland en naast de prachtige landschappen heeft Zeeland natuurlijk ook mooie lange wegen en zoals je net kon zien is dat iets wat we goed konden gebruiken. Wat we precies gaan doen, we gaan één foto maken in beweging, dus met de auto in beweging uiteraard en dat moet denk ik wel lukken toch? Dat gaat zeker lukken. Twee, de R3 heeft ook ogendetectie natuurlijk op zowel mens als dier en daarom gaan we ook nog even portretten schieten natuurlijk en als laatste gaan we datzelfde doen voor video. Heb je zin in? Absoluut. Nou, goed om te weten, ondanks dat deze auto zo dusdanig is aangepast en omgetoverd tot racewagen, is de R3 autodetectie natuurlijk wel specifiek ontworpen voor racewagens of racemotoren. Dus daarom gaan we vandaag even kijken hoe die het doet met een wagen wat er eigenlijk tussenin valt, maar het uiterlijk heeft van een reguliere auto. Ja, en dit soort ongemakkelijke houdingen zal je nog wel vaker voorbij zien komen, want de R3 heeft namelijk 8 stops aan beeldstabilisatie in combinatie met een RF-lens natuurlijk. Dus wij schieten vandaag dan ook alles handheld. Die is ook wel nice. Zeker, want met die 30 RAW foto's per seconde en een ontzettend snelle autofocus hoef je eigenlijk alleen maar op je compositie te letten en je instellingen natuurlijk. En over die instellingen gesproken, alles is geschoten met de standaard autofocus instellingen, maar deze kun je natuurlijk nog personaliseren. Nou, ik zit er lekker bij. We gaan voor die foto in beweging natuurlijk, dus we gaan een laag standpunt doen. Ik heb maar extra gezekerd even met die Nextwrap. We gaan eens even kijken hoe ver en hoe dichtbij we komen. Lastig is dat je een bord hier hebt, maar de autofocus blijft er wel steeds op zo te zien. Nou, en het mooie aan die servo AF is dat je hem ook nog kan onderverdelen in 4 cases. En zelfs die 4 cases kan je ook weer naar je eigen gebruik aanpassen. Zo kan je hier bijvoorbeeld nog de tracking sensitivity aanpassen, de acceleration of de deceleration. De eerste case hier is versatile multipurpose setting. De naam zegt het eigenlijk al. In case 2 kan je ervoor zorgen dat hij je onderwerp blijft trekken, ondanks wat er in de voorgrond zich afspeelt. Dus stel je gaat langs je hand of wat dan ook, ja, hij zal nog steeds je onderwerp op de achtergrond blijven tracken. En alle dingen die in de voorgrond voorbij komen, die zal hij niet meepakken. Dan gaan we door naar case 3. En dat is de instant focus on subjects suddenly entering AF points. Dus dat zou ideaal zijn voor raceauto's die je in één keer door je beeld moet pannen bijvoorbeeld. En dan bij 4 kom je aan bij de 4 subjects that accelerate or decelerate quickly. Nou, raceauto's bij de start. Perfect voorbeeld. Gewoon alles is scherp ook gewoon, hè? Ik vind dat bord eind niet eens heel storend eigenlijk. Nee. Dat is juist nog wel vet. Ja, maar het is bijna alsof je video terugkijkt gewoon, ja. Toch? Alles ja, is gewoon scherp. Super vet. Zo,
goed dat we nu bij een weiland zijn met heel veel vogels. Want je hebt naast personen en auto's natuurlijk ook gewoon de animal autofocus detectie. Vogel autofocus zelf. Vogel autofocus zelf. De oogjes van de vogels, de oogjes van honden, de oogjes van katten. Zelfs dat zit er allemaal op. Over vogels gesproken, de R3 heeft een elektronische sluiter en dat bereik loopt van een lange sluitertijd van 30 seconden tot de kortste sluitertijd van 1/64.000ste van een seconde. Ga eens even die 64.000ste testen. Ik zie daar een vogel, maar even kijken hoe dichtbij kan komen. En dan even die 64.000ste met dit licht testen. Maar dat kan. De schepen er ook wel toe kunnen voegen, want hij herkent ook gewoon het schip. We hebben natuurlijk niet alleen in 4K MP4 geschoten, we zijn uiteraard ook nog op pad geweest om in 6K RAW te schieten. Alleen was het wel een beetje mistig die dag. Gaan we nu even kijken naar alle knoppen en aansluitingen. Qua opslagmogelijkheden kun je kiezen uit twee kaartsleuven. Eén is voor de CF Express kaarten en de andere is voor de SD-kaart, de UHS-2. Nou, kijk je naar de andere kant, dan heb je bovenaan de 3.5 mic-aansluiting, een 3.5 koptelefoon-aansluiting. Hierbovenin bevindt zich een USB-C-poort, daaronder de HDMI-poort, dus de type D-aansluiting. Dan heb je hier nog een optie voor je flash en uiteraard een optie voor je internet. Dan heb je ook nog draadloze verbindingsopties en dat is via wifi, bluetooth en gps. Nou, dan bevindt zich aan de voorkant nog een optie om een remote control aan te sluiten en dat is deze verbinding. Erg handig voor motorsportfotografen die wel heel dichtbij willen fotograferen, maar zelf niet zo heel dichtbij de actie willen zijn. Ook wel veiliger denk ik zo. En daarnaast kan je natuurlijk, mocht je de afstand niet kwijt zijn, ken het allemaal, kan je natuurlijk ook nog de Camera Connect app gebruiken van Canon. En daarbij komt er ook nog een file transfer app uit die je de mogelijkheid biedt om die IPTC data in te laden en te versturen met de opnames. En voor de oplettende kijker onder ons, misschien mis je nog een aantal specificaties en dat klopt. Maar die gaan we vertellen door te kijken naar hoe de R3 verschilt ten opzichte van andere Canon modellen. En dat gaan we doen met de Canon 1DX Mark III, de spiegelreflexcamera, en de Canon R5 systeemcamera. En waarom deze twee? Nou, de R3 die zweeft daar een beetje tussenin. Nou, wat betreft de verschillen van de Canon 1DX Mark III en de R3 en de R5, we gaan er niet al te diep op in, maar we gaan nog wel even de grootste verschillen benadrukken. Want op de site van Canon, daar staat al een fantastisch mooi overzicht. En dat linkje staat uiteraard in de beschrijving hier beneden. Het grootste verschil tussen de 1DX Mark III en de R3 is natuurlijk het feit dat de één spiegelreflexcamera is en de ander een mirrorless. Daarbij komt natuurlijk ook dat de 1DX Mark III de EF-vatting heeft en de R3 de RF-vatting. En natuurlijk dat de spiegelreflexcamera's een optische zoeker hebben en de mirrorless camera's hebben een elektronische. Al kan je in de R3 de zogenoemde blackout wel aanzetten. Daarnaast zit er ook een functie in om beeld van de zoeker met een hoger dynamisch bereik weer te geven, zoals je dat van een optische zoeker gewend bent. Qua megapixels heb je er net iets meer op de R3. Hierbij heb je de 24, waarbij je op de 1DX Mark III er 20 hebt. En waar je bij die 1DX Mark III alleen de optische stabilisatie hebt, heb je bij de R3 natuurlijk ook de interne stabilisatie. Qua autofocus heeft de 1DX Mark III alleen onderwerpdetectie op mensen, waarbij die van de R3 onderwerpdetectie heeft op de ogen en gezichten van mensen en van dieren, denk aan honden, katten en vogels, en zelfs op raceauto's en racemotoren. En die technologie zijn ze continu aan het verbeteren bij Canon en mocht dat dus verbeterd worden, dan zal dat geüpdate worden via de firmware. Beide bodies zijn weather sealed. De R3 is verder net iets kleiner en weegt zo'n 425 gram minder dan de 1DX Mark III. Maar de 1DX Mark III gaat qua batterijduur wel 4 keer langer mee. Desalniettemin hoor je veel verhalen van fotografen die een hele dag op één batterij schieten van de R3, dus je zit hoe dan ook goed. Tenzij je natuurlijk video's maakt, dan raad ik je wel aan om meerdere batterijen mee te nemen. Maar de dag die wij geschoten hebben, dat was
heeft hij sowieso wel 3 uur aangestaan, denk ik. En dat was misschien net 2 streepjes. Maar goed, de batterij die erin zit, dat is die LP119 batterij. En dat is diezelfde als in de Canon 1 DX Mark III. Dus mocht je de overstap maken, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. Over video gesproken, de Canon 1DX Mark III schiet 4K in 60 frames per seconde, waarbij de R3 6K schiet in 60 frames per seconde. Daar zit nog wel een kleine notitie aan, het is namelijk 6K, maar in het menu staat het aangegeven als 4KD. Maar uiteindelijk is het dus die 6000 bij 3164 pixels. Wel dus gewoon 6K. Goed, we gaan door naar de R5. Als we hem gelijk even doorpakken op video, schiet je met de R3 dus 6K 60 frames per seconde. Op de R5 kun je zelfs tot 8K in 30 frames per seconde schieten. Beide camera's zijn mirrorless, beide hebben de RF-vatting, beide camera's zijn hermetisch afgesloten, ze hebben beide interne stabilisatie en ze beschikken beide over de oplaadfunctie via USB-C. De R3 heeft een andere sensor dan de R5 en dit is de Backside Illuminated CMOS sensor. En deze sensor die heeft 2 voordelen. 1. Valt meer licht door de constructie van de sensor op de diode en dat is belangrijk voor de AF-prestaties. Zo zal de R3 contrast kunnen lezen tot een EV van -7,5. 2. Door de nieuwe constructie van de sensor wordt de uitlezing van de sensor sneller verwerkt. En dat maakt het mogelijk om tot wel 30 foto's achter elkaar te schieten. En hierdoor wordt de rolling shutter ook nog eens tot een minimum beperkt. Nou, dat waren de grootste verschillen tussen de 1DX Mark III, de R3 en de R5. Er zijn natuurlijk wel meer en mocht ik er eentje weggelaten hebben die jij heel belangrijk vindt, laat het vooral even weten. Maar nogmaals, op de site van Canon staan alle specificaties mooi op een rijtje, dus die link vind je onder in de beschrijving. Wat ook zeker het benoemen waard is, is de Eye Control AF. Dit zijn kleine leds in de zoeker die je ogen registreren. En deze registratie zorgt ervoor dat jij als fotograaf snel je autofocuspunt kan selecteren. Voordat je dit doet, is de kalibratie natuurlijk wel noodzakelijk, want iedereen kijkt nou eenmaal anders. Nu ben ik van mezelf vrij nuchter, maar hij is echt fantastisch. De keren dat ik mis had met de autofocus, ja, dat ligt letterlijk aan mij door bepaalde instellingen die ik dan net helemaal niet goed had. Of qua video, ja. Ik heb letterlijk geen moeite hoeven te doen met autofocus. Het was echt fantastisch. Je schiet en het is allemaal raak. Je kon het letterlijk zien op het LCD-schermpje. Ja, je ziet het eigenlijk gelijk als die mist. Ja, dan is het waarschijnlijk je eigen setting die je niet goed hebt ingesteld. Batterijduur is me ook erg meegevallen. We hadden er 1 bij voor de hele dag. We hebben natuurlijk niet heel de dag aan laten staan, maar we hebben het echt ruim gered. We hadden nog 2 streepjes over aan het einde van de dag, denk ik. Dus wat dat betreft zit je ook echt goed. Tenzij natuurlijk een stuk intensiever gebruikt dan ik, maar... Daar zijn ook meerdere oplossingen voor natuurlijk. Ja, qua video, je kan een log schieten, je kan gewoon een REC 709 schieten. Je hebt nog wat settings ertussenin, dus die zie je nu. Dus bevind jij je in situaties waarbij de autofocus echt razendsnel moet zijn, dan... Weet je bij deze welke je moet hebben. Dus ik zou zeggen, mocht je alle informatie nog even terug willen lezen tussen de R5, de 1DX Mark III en de R3, kijk dan even de site van Canon, die vind je daar beneden. En daar staat een heel mooi overzicht voor je. Ivor, dankjewel voor deze fantastische mooie dag. Dat was heel mooi. En ik ga de foto's opsturen. Jullie hebben ze al gezien, maar wij nog niet hier. Ik dus laat vooral even weten wat je ervan vindt inderdaad ook. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. Tot de volgende. Tot de volgende. Yep. We zijn hier in de Zeelandse natuur en we gaan wildlife fotograferen. En we hebben allemaal ganzen. We moeten rustig naar de ganzen toe. Kan jij even die 70 hond uit je tas pakken? Kom niet zo ver. Ik kan de ganse dag uit mijn tas pakken.